Tijd voor kandidaten nummer 1. Ik ben Hawa, schoonheidsspecialiste in opleiding. De kennis over donkere huidtypes binnen in de opleiding is niet op het juiste niveau. Kennis is er om aangeleerd te worden. Onze kandidaten nummer 1, dag Hawa, fijn dat jij als eerste de spits mag afbijten. Ja, je begint meteen over de donkere huid in onze contraire. Is natuurlijk nog misschien een iets of wat onbekend terrein. Hè? Wil jij daar verandering in brengen? Ja, toch wel een beetje. Als bijvoorbeeld als ik naar de kapper wil gaan, zou het leuk zijn als ook de kappers van kleinere steden ook afro's kunnen knippen, bijvoorbeeld. En qua huid ook, want ik zelf zit in de make-up wereld. Ik kan me voorstellen dat daar ook andere tints en zo moeten aangepast worden. Ja, inderdaad. Er is al een hele opkomst in de make-up en artist industry. Zeker zoals Beyoncé. Rihanna. Zij heeft de make-up van Fenty uitgebracht, wat ook een hele range van colors heeft, waar ik echt wel naar op kijk. Dus het mag verder gaan. Dus misschien als jij Miss Wellness Beauty wordt, word jij de Rihanna of Beyoncé van Vlaanderen en België bij uitstek. Veel succes, Alan! En make-up artist. Ik ben zaakvoerster van Capsalon Hair by Me. Mensen mooi maken is mijn passie. Jullie applaus, dames en heren, voor Rani. Goedenavond, Rani. Jij zit dan weer in de kappersector. Zie je daar ook verschillen, evoluties tegenwoordig? Ja, er zijn altijd nieuwe veranderingen. Zou jij een goede ambassadrice zijn voor de wellness- en beautysector en waarom? Ik zou een goede ambassadrice zijn omdat ik steeds wil bijleren. Ben je ook bereid om dan overal naartoe te gaan, evenementen te bezoeken, acte de présence, om met iedereen op de foto te gaan? Dat is geen enkel probleem, dat doe ik zeer graag. Oké, we wensen je heel veel succes, dames en heren, finalisten nummer 2, Rani. Ik ben Veronique, zaakvoerster van Looks & Lashes. Mijn hoofdbezigheden zijn make-up, facepaint en kinderchema. Mijn passie is met mijn creativiteit mensen gelukkig maken. Kandidaat nummer 3, goedenavond. Ja, ik hoor de kindergrimmen, facepainting. Is natuurlijk een iets wat andere techniek ook. Hè? Waarin verschilt die make-up van de gewone make-up? Ja, dus de gewone make-up, dat is voor de volwassenen, de bruidsmake-up bijvoorbeeld. Dan kan je de bruidjes echt hun eigen schoonheid eigenlijk naar voren laten komen. Dus dat doe ik echt heel graag. En aan de kindergrimmen, ja, dat is hoe meer glitters, hoe liever. Hè? Wat is zo het gekste wat je al ooit hebt moeten doen? Voor Halloween make-up. Ja. Zo van die wonden maken, keel overstijlen, zo van die dingen. Specialiseer je daarin? Moet je dan cursussen bijvolgen? Ja, ik blijf wel echt cursussen bijvolgen, ja. Om bij te blijven leren. Oké, heel fijn dat jij vanavond meedingt naar het kroontje van Miss Wellness Beauty. En heel veel succes, kandidaten nummer 3. Ik ben Jenny, ik heb een eigen schoonheidssalon. En verder heb ik ook 7 woonzorgcentra waar ik de voetjes van de oudere generatie verzorg. Jullie applaus voor kandidaat nummer 4, Jani. Goedenavond, Jani. Ja, je vertelde daarover de rustorde waar jij de voetjes mag verzorgen. Ik kan me voorstellen dat de oudere mensen ook nog kunnen genieten, hè, van verzorging. Zeker. Op oudere leeftijd zien we toch wel dat bij sommige mensen jammer genoeg de eenzaamheid er dikwijls een beetje insleept. En dan vind ik het heel fijn dat je toch een ontspanningsmomentje kan bieden en ook een luisterend oor. Je moet bijna psycholoog en pediater in één zijn natuurlijk. Zeg, vertel eens, wat is jouw droom? Wat wil jij bereiken in deze sector? Allereerst is mijn droom om mijn eigen zaak te hebben. Dat heb ik ondertussen bereikt. Ik heb wel de ambitie om als Miss Wellness Beauty nog verdere stappen te zetten en het allemaal nog wat groter aan te pakken. Oké, ik wens je daar alvast heel veel succes mee en wie weet is deze deelname een opstapje naar die droom. Veel succes! Ik ben Laura, ik kom uit Pontig. Ik ben student aan Denise Raziak. Na de schooluren heb ik mijn eigen instituut als studentondernemer. Kandidaat nummer 5, Laura. Goedenavond, Laura. Vertel eens, wat wil jij vooral bijbrengen aan de mensen in jouw sector? Wel, ik vind het heel belangrijk dat mensen vooral een opleiding hebben gehad. Bijvoorbeeld tegenwoordig met de afschaffing van de vestigingswet zijn er niet meer zoveel mensen die een diploma hebben. En daarmee wil ik dat de mensen met een diploma zich kunnen onderscheiden van de rest. Merk je daar problemen door?
Ik zelf nog niet zo heel veel, want ik ben nog maar student. Ik zit nog niet echt in de wereld. Allee, wel in de schoonheidssector, maar nog niet werkende echt. Maar ik denk dat er wel een aantal salons serieus last van kunnen hebben. Waar droom jij van als jonge student, nog als je alles mag kiezen wat je zou kunnen doen? Wat zou je dan kiezen? Het liefst en vooral een eigen zaak natuurlijk. Ja. In? In alles van de schoonheidszorg, manicure, pedicure, aangezichtsverzorgingen en ook massages. Om de mensen zo goed mogelijk te kunnen verwennen. Heel veel succes ook jij. Nummer 5, dames en heren, onze vijfde finaliste die meedringt naar het kroontje. We gaan nog even verder met kandidaat nummer 6. Ik ben Kim uit Laarne. Ik ben kapster en barbier in hart en nieren en hou ervan een glimlach op mensen hun gezicht te toveren. Dag Kim, een hele goede avond. Jij bent kandidaat nummer 6. Ik hoor een barbier, dat is denk ik de eerste keer dat we dat hebben. Heb je daar ook een speciale opleiding voor moeten volgen? Ja, zeker. Want de baarden zijn tegenwoordig heel in. En ik heb mij daar gespecialiseerd om toch een beetje onderscheid kunnen te maken tussen de gewone kapsters en kapsterbarbier. Waar moet je dan vooral op letten als je een baard wilt trimmen? Vooral de afleiding, de baardgroei, hoe dat de haarrichting groeit, de springersweg, zoals we zeggen. Ja. Zeg, denk je dat dat een trend is of denk je dat de baard gaat blijven? Ik denk wel dat het gaat blijven, want het is een enorm groot succes. De mannen zijn er heel enthousiast over. En of ze nu bruin of grijs of zwart zijn, het is allemaal even mooi. En als ze dan nog eens bij een mooie dame kunnen langskomen, denk ik dat ze dat nog iets zo leuk vinden. Dankjewel en heel veel succes, dames en heren, als kandidaten nummer 6. Ik ben Cheryl, de Nederlandse oma van de groep, but luckily for me, black don't crack. En ik nodig u van harte uit voor een welverdiende vakantie op een massagetafel. Dag Cheryl, fijn dat jij meedoet. Je komt uit Nederland, hoor ik. Klopt, ik kom uit Nederland, uit de Zaanstreek om precies te zijn. En waarom ding jij mee naar het kroontje van Miss Wellness Beauty? Nou, om te beginnen een unieke kans, de dames te leren kennen, nieuwe ervaringen op te doen, vooral uit hun comfortzone treden. Wat is jouw comfortzone? Waar ben jij vooral mee bezig? Niet zo voor een zaal voor mensen staan. masseren is echt mijn passie. Ik vind het heerlijk om mensen te helpen, te ontspannen, om van een klacht af te komen. Echt, ik hou ervan. Goed, dat denk ik dat iedereen straks wel kan gebruiken na deze zenuwslopende finale. Dankjewel, heel veel succes onze kandidaat nummer 7. Hallo, ik ben Annemie, schoonheidsspecialiste met een passie voor de natuur. Wil je graag voeten om mee te dansen? Kom dan naar Annie's Oils te Genk. Dag Annemie, jij bent kandidaat nummer 8. In welk opzicht onderscheid jij je van de andere finalisten? Waarom zou de jury voor jou moeten kiezen? Misschien om mijn persoonlijkheid. Ik ben iemand, ik heb heel veel doorzettingskracht. Als ik ergens iets wil, daar ga ik ook heel hard voor. Ik denk dat dat toch wel een van mijn troeven zijn. Waar hou jij je vooral mee bezig? Worden dat je in het filmpje wel zeggen, maar kan je daar wat meer uitleg over geven? Ik ben vooral bezig ook met natuurlijke producten. Dus ik probeer alles wat ik in mijn salon aanbied op natuurlijke basis. Of toch zoveel mogelijk met natuurlijke ingrediënten. En waarom? Omdat ik het heel belangrijk vind om de natuur. We hebben eigenlijk al zoveel hier op aarde wat ons kan helpen. En het zou mooi zijn als wij dat alleen voor ons ook zouden kunnen gebruiken. Ja. Goed, dankjewel en heel veel succes. Ik ben Lisa, ik ben van de schoonheidssalons van J. En ik ben gespecialiseerd in semi-permanente make-up. Ja, nummer 9. Lisa, goedenavond. Hoe voel je je? Heel goed, ja. Wat verwacht je van de avond? Dat het een hele leuke avond gaat worden, sowieso. En dat ik veel plezier ga maken met de andere finalisten. En geniet. Wel, daar draait het ook om. Hè. Daar staat deze verkiezing voor ook. Genieten met de collega's uit de sector. En wordt over die sector gesproken. Je zegt in het filmpje gespecialiseerd in semi-permanente make-up. Vanwaar die keuze? Ik was al een aantal jaar bezig met de gewone behandelingen, gelaatsverzorging en zo. En ik wou toch een beetje verder gaan. En wat meer uitdaging zoeken en ermee permanente make-up. En hoe blijf je op de hoogte van alle nieuwigheden die op de markt komen wat dat betreft? Ja, heel veel cursussen volgen sowieso, binnen en buitenland. En,
heel veel bijleren, hè. Dat is belangrijk. Wel, ik hoor het. Je levenslang kunnen we bij jou terecht voor die semi permanente make-up. Geef ze nog een applaus, kandidaat nummer 1. Ik ben Tessa en mijn passie is alles rondom de beauty- en wellnesssector. Daarom ben ik ook afgestudeerd als schoonheidsspecialiste en ben ik opleidingen van massages aan het bijstuderen. Tessa, welkom in nummer 10. Alles in orde? Jazeker. Wel, je zegt in het filmpje, ik hou er vooral van om massages te geven. Ik hou er trouwens ook van om ze te krijgen dan. Maar er zijn zoveel soorten massages. Je hebt lymfedrainage, je hebt sportmassages. Wat vind je zelf het leukst om te doen en waarom? Er is eigenlijk een verschil tussen, want ik doe heel graag de hot stone massage en ook de bamboe massage. Maar ik wil ook heel graag ook de sportmassage bij leren. Dus je bent wel van plan om jou daar echt in te gaan specialiseren? Ja, zeker. Dan ga ik later mijn eigen salon openen. Dat is jouw grote droom. En hoe zie je jouw salon? Vooral dat ik er meer dan massages ga aanbieden, maar ook like, andere dingen, gelijk de glaasverzorging en zo. En zou je dat dan alleen doen? Of kunnen we bij jou terecht voor een, ja, een aanbod met heel wat mensen die in een team werken? Hoe zie je dat? In het begin gaat dat waarschijnlijk nog alleen zijn, maar daarna ga ik waarschijnlijk misschien uitbreiden. Wel, ik gun jou alvast van harte, net zoals de titel vanavond, dames en heren. Geef ze een applaus, onze kandidaat nummer 10. Hallo, ik ben Laura. Mijn passie is mensen mooi maken, jong of oud. Daarom ben je bij mij aan het juiste adres, als haarstylist en schoonheidsspecialist. Lore, kandidaat nummer 11. Je zegt, ja, ik hou ervan om mensen mooi te maken. We zitten hier met een geweldig groot publiek voor ons. Wat is zo een tip die je zou kunnen meegeven? Oh, gewoon dat je eigen goed voelt in je vel. U alle naar de schoonheidsspecialist te gaan omdat je dat graag doet. U mooi laten verzorgen. Ja, als je naar iemand gaat, ontspannen. Je gaat graag naar de kapper, omdat ja, je voelt je dan ontspannen. Je kunt een babbeltje slaan. Met een schoonheidsspecialist gaat je ook om vooral te ontspannen. Dus ja, je ontspannen in het leven. Jezelf, je eigen goed voelen. Daarom heb ik hier ook aan meegedaan, om mezelf goed te voelen. Ik heb door op de reis echt heel veel geleerd. Ik heb nieuwe mensen leren kennen en ja... Je goed voelen in je vel en dat is het belangrijkste, vind ik. Als je niet goed voelt in je vel, straalt je ook niet. En daar ga jij voor zorgen om dat bij andere mensen over te brengen. Wat ik kan zeggen, van energie gesproken, dat straalt hier wel zeker van je af op het podium. Kort samengevat voor jou, is dit avontuur onvergetelijk? Inderdaad, we zijn met 17 fantastische meisjes. Het zijn echt topmeisjes, ze zijn super lief. Ik ga ze allemaal missen. Ik denk dat ik zelfs ga wenen als het gedaan is. Dus het is echt een onvergetelijk avontuur. Maar dat kan natuurlijk ook zijn, Lore, dat jij straks de titel krijgt. Dan zijn het traantjes van geluk. Maar dat is voornaam. We gaan eerst die andere lieve meisjes die je zo net vermeldde nog beter leren kennen. Maar eerst, dames en heren, graag een applaus voor Lore. Ik ben June, zaakvoerster van Schoonheidsinstituut June. Ik specialiseer mij in huidverbetering en suikerontharing. Waar ik voor sta, is dat ons beroep au sérieux wordt genomen. June, stralend, hè? De trap af. Je zegt gespecialiseerd in huidverbetering. Ja, waar moet ik op letten? Vertel, wat kan ik vanaf vanavond doen om... Geef mij een kleine tip. Ja, ik specialiseer mij op huidverbetering, dus ik ga het verouderingsproces tegen. Dat zijn rimpeltjes, pigmentvlekken, dat zijn alle dingen die ja, met veroudering te maken hebben tegen die aan. Dus daar heb ik ook apparatuur voor en die dingen. En goed smeren tegen de zon, denk ik dat daar ook wel bij hoort. Super belangrijk, smeren. Ik hoorde ook iets van suikerontharing, klinkt zeer interessant. Hoe ben je op dat idee gekomen? Wie heeft jou geïnspireerd? Of waar haal je eigenlijk zelf jouw inspiratie in het aantal behandelingen die je aanbiedt? Ik wil uniek zijn. Ik wil uniek zijn in mijn eigen omgeving. Ja, gewoon mijn eigen zijn. En ja, suikerontharing, dat doen niet veel mensen. Het is ook vrij speciaal. Het is ook intensief voor te leren. 100% natuurlijk, hou ik ook van natuurlijk. En ja, het is minder pijnlijk, hè. Wel, je stond hier alle voordelen op. Ik denk dat je morgen heel wat nieuwe klanten bij jou hebt. Wat verwacht je nog van vanavond? Nog iets wat je zou willen zeggen tegen de jury, tegen de mensen? Oh,
Ik verwacht te genieten met iedereen. En ik hoop dat jullie ook allemaal keihard genieten van hier. En dat gaan we zeker doen met jouw grote glimlach. Dames en heren, unieke tune. Mijn naam is Lindsay, ik heb mijn eigen salon en webshop LV Beauty. Ik ben gespecialiseerd in podologische voettechnieken, zoals op maat gemaakte ortheses. Nummer 13. Ze zouden altijd durven zeggen, ja, dat is een beetje een ongeluksgetal. In jouw geval zeker niet. Je bent al bezig met jouw zaak en ook weer hier toch wel iets heel apart gekozen. Ja, zeker. Dus ik hoop dat de nummer 13 me vanavond zeker geluk gaat brengen. Ik heb mijn eigen schoonheidssalon, LV Beauty, en dan ook nog een webshop bij alle leuke hebben dingetjes. En bij die LV Beauty ben je vooral ook bezig met voeten? Was dat jouw specialisatie? Ja, klopt. Medische pedicures is een van mijn specialiteiten en ook het op maat maken van ortheses. Klinkt zeer boeiend. Hoe kan een jonge dame, zo'n charmante dame, op zo'n idee komen? Heb je zoiets van, dat heb ik van jongs af aan al altijd willen doen? Toen ik klein was, was ik me altijd aan het opmaken in mijn kamertje, me aan het verkleden. En dan wist ik eigenlijk al van kleuter dat ik dit wou worden. Nou, mijn dochtertje doet dat ook, dus die kan ik misschien een van deze bij jou lang sturen. Stel, je mag dromen. Hè? We zitten hier in een zaal en iedereen kan jouw droom realiseren. Wat staat er bij jou nog op jouw bucketlist, helemaal bovenaan? Wat is op dit moment jouw grootste droom? Mijn ultieme droom zou een zaak openen, een grote zaak, waar iedereen eigenlijk voor een totale beauty-verwin-ervaring kan komen. Dus bijvoorbeeld voor een kappersbeurt, huidverbeterende behandelingen, een spa, een barbier, alles in totaal, omdat het in deze hectische wereld toch belangrijk is om een oase van rust te creëren. Eén one-stop-shop bij jou. Het klinkt fantastisch, dames en heren. Applaus voor onze charmante kandidaat, nummer 13. Mijn naam is Nina, ik heb mijn eigen schoonheidssalon. Daarbuiten ben ik ook sport- en voedingscoach, make-up artiste en nagelstyliste. Nina, welkom. Ja, je klinkt zo'n beetje mannetje van alles. Ik doe voeding, ik doe sport, ik doe nagel. Ben je dat ook zo in het dagelijkse leven? Heb je het gevoel van dat je wel in vele dingen goed bent? Als het over mijn vak gaat, wel ja. Ja, ik doe ook alles heel graag. Als je nu toch zou mogen kiezen en je gaat binnen een aantal jaren toch wel in bepaalde richting meer moeten uitgaan, wat zou dat dan zijn? Ik ga dan toch wel schoonheidsspecialist, omdat dat toch ook een beetje alles omvat eigenlijk. En daar ben ik ook mee begonnen, dus ja. En stel, je mag in de sector van de wellness, van de beauty, iets veranderen. Wat zou dat zijn? Waarvan denk je op dit moment, oh, ik vind toch dat het in mijn sector anders kan? Ja, sowieso de vestigingswet. Dat is, dat zou ik direct veranderen, want het is gewoon, het wordt niet serieus genomen. Iedereen kan zomaar starten en ze beseffen niet de risico's en de gevaren eigenlijk als ze bij iemand gaan zonder diploma. Dat vind ik heel belangrijk. Dat kan misschien wel een goed standpunt zijn, hè, naar aanlopen van de verkiezingen. Wat wens je nog jouw medekandidaten toe? Ze horen jou, hè? Heel veel geluk en ook gewoon na de verkiezing dat ze alles, ja, mogen realiseren wat ze willen. En het zijn hele lieve meisjes, ik ga ze zeker missen en hopelijk zie ik ze ook nog hebben. Wel, Nina, wij wensen jou ook alvast zeer veel succes. Mijn naam is Chelsea, ik ben uit Zuid-Spanje, ik ben afgestudeerd als schoonheidsspecialiste en ik wil in de toekomst mijn eigen salon openen. Chelsea, welkom. Ja, je straalt ook, hè, net zoals alle dames hier op het podium vanavond. Wat was tot nu toe, als je terugblikt op de tijd die je beleefd hebt bij Miss Wellness Beauty, jouw leukste ervaring? De reis naar Turkije. Het was niet normaal leuk. Heel mooie herinneringen. Heel leuke meisjes. Emotionele momenten ook beleefd in Turkije. En elkaar echt supergoed leren kennen. Ja. En waarom heb je eigenlijk deelgenomen aan deze verkiezing? Vooral voor op een positieve manier de sector te vertegenwoordigen. En ook voor de nieuwe meisjes te leren kennen. En dat is wel goed gekomen. Wel, Chelsea, de sector vertegenwoordigen. Jij wordt binnen een dikke 2 uur, denk ik, verkozen tot onze nieuwe Miss Wellness Beauty. Wat ga je veranderen? Wat is het eerste wat je zou willen doen voor de sector? De vestigingswet veranderen zeker. Omdat ik het ook niet oké vind dat iedereen schoonheidsspecialiste kan worden. Ook, we hebben allemaal ons diploma. Ik vind het heel jammer, we hebben
goed gestudeerd en echt ons best gedaan. En dan kan iedereen zomaar schoonheidsspecialist worden, dus dat zou ik zeker veranderen, ja. Geloof me niet iedereen, want ik ben zo onhandig. Het zou niet lang duren bij mij, dus ik laat het liever aan de professionals zoals jullie over. Geef ze nog een applaus. Ik ben kapster, make-up artist en wimperstylist. Hopelijk word ik de nieuwe Miss Wellness Beauty 2019. Sophie, goedenavond. En alles naar wens? Tuurlijk, genieten. Oh, zalig. Ik heb jou tijdens de repetities er straks ook zien genieten, zien praten, zien lachen. Maar je zei in het filmpje, ja, ik ben vooral gespecialiseerd in wimper extensions. Dat is op dit moment heel hot. Wat verwacht je van de toekomst? Gaat dat blijven? Zijn er nieuwe dingen die wij misschien als leken nog niet echt kennen die op ons afkomen? Goh, vooral ze zijn heel enorm bezig met schoonheid. Dus vooral ja, wimpers en ja, wenkbrauwen daarbij, ook de BB-glow. Maar ik ben vooral gespecialiseerd in de wimpertjes, dus ik vind dat wel belangrijk dat iedereen op zijn manier mooi kan zijn. Absoluut. Nu, er zijn ook heel wat mensen die zeggen ja, die jonge generatie, die zijn op zeer jonge leeftijd al bezig met valse wimpers en botox. En wat vind je daarvan? En dan heb ik het echt over ja, 16, 17, 18 jaar. Ik raad dat natuurlijk niet aan, maar dat is ook een beetje van de ouders uit natuurlijk. Maar ja, dat is niet zo mooi. Hè. Dat is onnatuurlijk. Hè. Ja. Dus ja, liever niet. Liever toch nog naturel. Ik ken jou nu sinds deze middag. Ik ben ervan overtuigd dat jij iedereen laat stralen zoals je dat voor jezelf ook doet. Heel veel succes nog! Ik ben Valerie, zaakvoerder van Aesthetic Valerie sinds 2013. Mijn passies zijn make-up, brows, lashes en beauty. Daarom zou ik vereerd zijn deze titel te winnen. Welkom Valerie, nummer 17. Heel wat straffe medekandidaten. Jullie doen het allemaal zeer goed, zeer sterk. Vanavond, hoe voel je jezelf? Heel goed. We hebben echt wel een leuke dag gehad vandaag. Veel repetities en het is echt een gezellige sfeer ook backstage met alle kandidaten. Inderdaad, en dat kan ik beamen. Maar laten we eerlijk zijn, maar eentje zal de titel mee naar huis kunnen nemen. Waarom gaat die naar jou, denk je? Waarom zou die naar jou gaan? Wat zijn jouw sterke punten? Ik vind dat Miss Wellness Beauty draait niet alleen om schoonheid, maar ook om passie voor het vak. En de motivatie om mezelf te ontplooien hierin en zo te kunnen streven naar kwaliteit en perfectie dag na dag. Nu, je hebt al sinds 2013 jouw eigen zaak. Dat is al een dikke 6 jaar. Hoe blijf je vernieuwen? Hoe probeer je dat? Hoe doe je dat? Vooral investeren eigenlijk in opleidingen en nieuwe dingen aanbieden. Ik denk dat dat eigenlijk belangrijk is om zo klanten eigenlijk ja, een finishing touch te kunnen geven en dan toch aan te lokken natuurlijk. Is er zoiets nieuws wat op ons afkomt, op ons pad komt, iets wat we kunnen doen? Ja, de semi-permanente make-up natuurlijk, die begint eigenlijk op te komen. Specialisatie in wenkbrauwen, in de ogen, dus dat is eigenlijk iets nieuws. Ook de huidverbetering begint meer en meer op te komen, dus dat is ook wel iets om zeker te investeren. Voor vrouwen en mannen, veronderstel ik. Zeker en vast. Ja. Want de mannen vanavond, die willen we natuurlijk ook aan bod laten komen. Wel, heel fijn om ook jou beter te leren kennen. Heel veel succes en we zien elkaar zo dadelijk weer. Geef ze nog een applaus aan. Cynthia, ja, straffe dames, hè? Ja, allemaal stuk voor stuk. Dames.